Kalotti Suriname Mint House, een dochteronderneming van Kalotti Precious Metals Dubai, heeft vandaag gemeend om volgens hun verkeerde informatie die leeft in de samenleving recht te trekken. Tijdens een rondleiding op het bedrijfsterrein in Para kreeg de pers de informatie over hun werkzaamheden. Directeur Ryan John zegt dat het bedrijf het smelt- en analyseproces van goud verricht voordat het wordt geëxporteerd. Kalotti Suriname staat er klaar voor om samen te werken met multinationals vanwege de standaarden van het bedrijf en wederzijdse voordelen. Wij zijn ready om het te doen, maar het moet vanuit de staat. Die regulering moet vanuit de staat komen. Ja. Dus we hebben, dat is er ook in die overeenkomst aangegaan hoor, dat we de eerste 3 jaren, dus laten we even zeggen, ik wil niet zeggen proef, maar dat we de small scale mining accommoderen en daarna zouden de grote boys komen. Maar het is natuurlijk, het is tot nu toe uitgebleven. Directeur John zegt dat met het oog op de toekomst het bedrijf hoopt haar maximale capaciteit van 60 ton te bereiken, ter opbouw van Suriname. Hoeveel het nu is, werd niet duidelijk.